Van 7 tot 15 maart is het de week van de hoogbegaafdheid. Laten we zeggen de hoogdag voor iedereen die bezig is met hoogbegaafdheid, maar ook vooral de hoogdag voor iedereen die hoogbegaafd is. Want in die week wordt er van alles georganiseerd, zowel in Vlaanderen als in Nederland. GromiCoach wil daar ten volle ook mee zijn schouders ondersteken, is ook sponsor van de Week van de Hoogbegaafdheid en zal zowel voor kinderen als voor volwassenen een aantal gratis sessies en een aantal betalende sessies organiseren in deze week. Voor eerst gaan we een reeks sessies hebben voor de hoogbegaafde volwassenen. We gaan de eerste zaterdag starten met een heel pittige workshop, informatiesessie rond hoogbegaafdheid voor volwassenen, waarin dat we enerzijds de hoogbegaafdheid zelf gaan toelichten, dat we in stap 2 gaan toelichten hoe bij mij de COVID mij geholpen heeft om mijn hoogbegaafdheid een plaats te geven en vooral mijn stuur volledig in eigen handen te nemen en de hoogbegaafdheid in mijn voordeel te gebruiken. En dan in een derde luik gaat mijn collega Inge ook verder toelichten wat loopbaancoaching kan betekenen voor de hoogbegaafde volwassenen. Voor alle duidelijkheid, je moet jezelf niet hoogbegaafd noemen, maar als je jou kan vinden in veel van de kenmerken op onze website, en ik lees er hier een paar voor, je hebt bijvoorbeeld een heel groot rechtvaardigheidsgevoel, of je functioneert het best solo op je werk, omdat de anderen eigenlijk niet direct snappen waar je aan bezig bent, plus het gaat ook altijd tergend traag als je het samen moet doen. Anderen kunnen vaak niet volgen en dus dat geeft veel onbegrip en dan knettert het af en toe wel een keer op je werk. Nog een reeks kenmerken. Als je jou in die kenmerken kan vinden, kan deze sessie waarschijnlijk heel wat voor jou betekenen. Dus op zaterdag gratis themasessie rond hoogbegaafdheid. Schrijf je zeker op voorhand in, zodanig dat we één weten hoeveel er zijn. Er staat ook een maximaal aantal mensen op voor de sessie. Twee, er zal daarna ook een glaasje voorzien zijn waar je individueel met Inge of met mij kan spreken voor nog extra vragen. Daarna organiseren we daarbij ook nog de maandag en de dinsdag extra sessies waar je individueel contact kan opnemen rond loopbaancoaching. Deze sessies gaan zowel door in Kortrijk als in Brugge. Zeker op afspraak, zodanig dat we genoeg tijd kunnen reserveren, zodanig dat je een volledig vrijblijvend gratis gesprek kan aangaan om te zien of loopbaancoaching voor jou iets kan betekenen als hoogbegaafde. Ervaring leert, ook mijn persoonlijke ervaring, dat als je naar een klassieke coach gaat die de klassieke methodieken gebruikt, dat je nogal rap de methodieken doorziet en ze jou dus ook niet echt vooruit helpen. Inge is speciaal opgeleid, zowel als loopbaancoach, maar ook gespecialiseerd in hoogbehaafdheid en zelf ondertussen zich ook kan verder specialiseren uit zonderlijke hoogbehaafdheid. Dus zij zal zeker kunnen op je vragen antwoorden. Is er een match, dan kan je eventueel een loopbaancoaching traject starten bij haar. Dat is het voor de volwassenen, in de puurste zin van het woord natuurlijk. Je bent ook ouder van mogelijk hoogbehaafde kinderen. En daarom is het. Maar dat is spijtig genoeg ondertussen ook al volzet. Alleen spijtig genoeg, we zijn wel blij, maar spijtig voor u. Dat is een plusgroep met ouders en kinderen samen, waarin we dus eigenlijk een plusgroep opdracht gaan doen samen met de ouders en de kinderen, zodat je één kan proeven wat zo'n plusgroep inhoudt en twee misschien ook zelf al jouw grenzen een keer gaat tegenkomen. Kan je daar niet bij zijn en ben je toch geïnteresseerd in plusgroepen, schrijf je dan zeker in op de wachtlijst. In het najaar komen er sowieso twee plusgroepreeksen bij. En mogelijk zijn er misschien nog extra trajecten die we gaan ontwikkelen, vooral naar groepstrajecten voor kinderen. Dus schrijf je dan zeker in op de wachtlijst, dan maak je eventueel kans om een van de andere trajecten te kunnen volgen. Naast de plusgroep start er in de Week van de Hoogbegaafdheid ook een nieuwe reeks rond positief discipline op maat van de ouders van hoogbegaafde kinderen. Dit is een zesdelig opleidingstraject waarin je deel per deel oefeningen gaat uitvoeren waar dat je gaat voelen hoe bepaalde handelingen toekomen bij je kinderen. Waarom oefeningen? Ja, vooral omdat je het dan echt voelt wat het betekent en twee, omdat wij als hoogbehaafde volwassenen cognitief heel sterk zijn en uren kunnen debatteren, maar een oefening van 10 minuten zou wel eens je ogen
kunnen openen. Ook die sessie is ondertussen bijna vol. Schrijf je zeker in, het is met een intakegesprek, dus je kan niet zomaar de sessie volgen. Ken je nog niks rond hoogbegaafdheid in de ruimste zin van het woord? Dan is het waarschijnlijk ook interessant om eerst de themareeks te volgen, zodanig dat je alle aspecten van hoogbegaafdheid cognitief al snapt. Want het is echt een basisvoorwaarde om in die oudercursus ten volle die oefeningen te kunnen doen met kennis van zaken rond hoogbegaafdheid. Dat is al heel wat, maar de Week van de Hoogbegaafdheid is gelukkig door heel veel partners ook opgenomen om initiatieven te nemen. Dus kijk zeker ook een keer op de website van de Week van de Hoogbegaafdheid of dat er een van onze partners, conculega's of hoe dat je het wil noemen, andere mensen die ook heel passioneel bezig zijn met hoogbegaafdheid, dingen organiseren in de week en ook erbuiten. Alle merken die hier zien staan zijn zeker mensen dat we met een gerust gemoed kunnen naar doorverwijzen voor gelijkaardige trajecten of voor andere trajecten dan de onze. Dus zeker een aanrader, ga naar de website van de Week van de Hoogbegaafdheid, dus www.weekvandehoogbegaafdheid.nl, om te kijken wat er nog allemaal georganiseerd wordt in Vlaanderen en in Nederland. Surf zeker ook naar onze eigen site om te kijken wat de events zijn tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid. Maar natuurlijk ook buiten die week zijn we heel actief. Dus er zijn een hele reeks events in het komende voorjaar al ingepland. En er gaan zeker nog events bij komen en nieuwe trajecten in het najaar. Dus Week van de Hoogbegaafdheid, een super hoog dag, hoog week voor ons. En hopelijk ook de mogelijkheid voor jullie om het een en het ander mee te pikken en het een en het ander te kunnen bijleren. Tot dan, of tot onze infoavond binnen die half februari al gaat doorgaan.